aantal jaar geleden een stichting geworden. En de bedoeling is dat wij voor scholen een maatschappelijk probleem aan de orde stellen. Dat hebben we in het verleden al gedaan. We hebben het project Obesitas hebben wij gebracht voor de scholen. Iedere keer speelden we voor 160, 180 leerlingen. En dat hebben we 2 jaar lang gedaan. Heel erg leuk project. En uit de leerkrachten is toen gekomen de vraag van, als jullie nog eens een keer een project willen gaan maken of schrijven, willen jullie het dan over pesten hebben? Want pesten is namelijk een groot probleem hier op Aruba. Alhoewel, niet alleen op Aruba, het is eigenlijk een wereldwijd probleem. Maar het kan voor de kinderen heel erg vervelend zijn als ze altijd maar gepest worden. Vandaar dat wij vorig jaar gedacht hebben van, dat gaan wij organiseren. Nou, dat is leuker gezegd dan gedaan. Want het is een heel zwaar beladen onderwerp natuurlijk, pesten. Hoe pak je dat aan? Je hebt de pesters, je hebt de slachtoffers, je hebt de toeschouwers. En je moet het op zo'n manier brengen dat het voor de kinderen leerzaam is. En dat het probleem opgelost gaat worden. Dat hopen wij althans daarmee te bereiken. Nou, als leken, want wij zijn een amateurclub, ging dat niet. Konden we dat toch niet voor elkaar krijgen. Dat is te beladen. Toen hebben we gedacht, of Marlika, onze voorzitter, secretaris, die dacht van, laten we een regisseur inhuren. Nou, wij zijn bij Bart van Heel uitgekomen. Want hij is namelijk al eerder hier op Aruba geweest en heeft hij een workshop gegeven in atelier 89. En improvisatietoneel, en daar hebben wij toevallig als hele groep ook aan meegedaan. Het was zo'n groot succes. Toen dachten we, wij gaan hem vragen. Nou, dat is ons gelukt. Bart was bereid om te komen. En het is allemaal een beetje op de laatste termijn is het pas gelukt. Door allerlei omstandigheden met financiën en zo. Maar goed, we hebben toch besloten om het allemaal rond te krijgen.